Mijn verhaal is een oorlogsverhaal. Ik ben van 1929. Dus ik was 10 toen de oorlog uitbrak en 15 toen de oorlog afgelopen was. Ik ben Joods en er is in die tijd heel wat gebeurd. Ook met mij. Er waren pacifisten geland in de buurt van ons huis. Nou, dat vonden we als jongens reuzen. Helemaal geen idee wat een oorlog is. Nou, toen de Duitsers begonnen op Joden te jagen, wel natuurlijk, hè, maar daarvoor niet echt. Een SS'er in Vught die eerder in Auschwitz had gestaan, had exact verteld hoe het daartoe ging. Met de selectie, groep gaskamer, groep werkers enzovoort. Ik als docent geschiedenis kan wel vertellen over de Tweede Wereldoorlog. En dat kan ik best wel boeiend, denk ik. Maar ik kan niet op tegen een persoonlijk getuigenis. Nou, daar had ik al een keer ruzie met een SS'er gekregen, omdat die vond dat ik niet snel genoeg liep met zakken cement, toen de 50 kilo. En die wilde dat ik 100 kilo ging dragen. Ik zei, dat begin ik niet aan. Als je wilde dood zijn, dan moet je me doodschieten. Nu. Ik zeg, niet wachten, nu. Doe maar. Maar van voren. Gelukkig zijn de meeste onderwijzers en leraren niet in staat om met eigen belevenis te vertellen hoe de oorlog was. Dus dan komt er een oude opa of oma voor de klas. Wat op zichzelf natuurlijk al een belevenis is voor de kinderen. En die vertelt dan niet alleen hoe het was, maar ze mogen ook nog vragen stellen en ze krijgen ook nog antwoord. Je hoort er wel wat op school over, maar als je het toch van iemand echt hoort, is het anders dan als je het uit een boek leest. Ja. Nou, je kan niet echt voorstellen dat zoveel mensen in één keer allemaal op de trein moesten en zo. Ja. Het was een hele moeilijke tijd. Maar ik zit hier en ik ben er doorheen gekomen. Mijn beweegreden is om te laten zien waar discriminatie uiteindelijk toe leidt. Maar ook te vertellen over wat er gebeurd is. Dat het niet vergeten wordt, niet vergeten mag worden. Die massamoord die zo walgelijk en veelomvattend was. Het is ook maar 70 jaar geleden, dus wat wil je? Je zou kunnen zeggen, het is het oorlogsgetuigenproject, waarin leerlingen contact hebben met oorlogsgetuigen. Nou, meestal hoor je die verhalen wel, alleen dan besef je niet meteen dat het zo ook echt zo is gegaan. Als je ziet hoe vaak zij weg moest van haar huis en gewoon alles eigenlijk weer achter moest laten, dat vond ik wel, ja. Een beetje onrealistisch dat alle mensen vergast werden en afgevoerd. Nou ja, dat iemand zijn vrijheid zo wordt weggenomen, want hij wordt weggehaald van zijn ouders, dat mag eigenlijk niet. En dat hoor ik achteraf ook, dat leerlingen erg onder de indruk zijn van de persoonlijke getuigenissen. Ja, zij vertelt ook wat ze erbij, wat ze dacht en wat ze vond en hoe ze het nu beleeft, dan kan je gewoon meer, dan, ja, dan zie je, is het meer een persoon of zo, wat je er dan bij ziet. En dus, zolang het nog kan, doen we het met primaire getuigen, zoveel mogelijk. Ik vertel in 3 kwartier hoe het was om ondergedoken te zijn. Erg indrukwekkend. Kinderen vinden dat weer prachtig. Nou, dat iemand ongeduikt zit en zeg maar wordt geslagen daar en wordt mishandeld. Dat pak je toch wel aan. Het is een spannend verhaal, ze weten er weinig van en het loopt goed af. Want anders stonden we hier niet, hè, dan. Dit is alle element voor aandacht. Mijn naam is Berg. Ik ben 84. Ben 54 jaar getrouwd geweest en heb 3 dochters. 7 kleinkinderen. Ik ben van 32. September 32. Zoals 9. We waren in een heel klein arbeidershuisje, boven op 2 kamers, mochten niet hard praten, kwamen nooit buiten, enzovoort. Ik ben Helene Egger,
Nou, toen de oorlog begon, toen was ik 10 jaar. Alleen, ik had al een hele voorgeschiedenis, want ik was 9 toen mijn ouders uit elkaar gingen, dus die gingen scheiden. En mijn moeder was heel erg ziek. En toen ik 11 jaar was, toen is mijn moeder overleden. En toen moest het oorlogsgebeuren voor ons Joodse mensen moest dus toen nog beginnen. Toen de oorlog uitbrak in 1940, moest ik nog 13 worden. Ik zal nog net op de lagere school gezeten hebben, waarschijnlijk het laatste jaar. Dat weet ik niet eens meer precies. Maar het was voor mij wel een gevoel alsof de wereld verging op dat moment. We werden wakker door het kabaal van de vliegtuigen die parachutisten afwierpen boven de Gooise Hei, boven de Larense Hei, zo tussen Hilversum, Bussum en Laren, omdat daar kazernes om de hei heen zijn. Dus dat was toch wel een beetje een schok dat die vliegtuigen daar zomaar plotseling boven uw hoofd hingen. En hoe? We woonden vlakbij de Larense Gooise Hei en daar waren kazernes omheen. En daar werden dus op grote schaal luchtlandingstroepen, parachutisten afgeworpen uit die vliegtuigen die kazernes zouden moeten bezetten om op die manier Amsterdam te veroveren eigenlijk en Nederland tot de overgave te dwingen. We wisten dat dat gevaarlijk was. We wisten wat de vesting betekende. We wisten wat de oorlog betekende. En het was helemaal niet spannend. Het was wel spannend, maar niet eng, want je had geen televisie. Dus ik begin mijn verhaal op scholen altijd te vertellen hoe Nederland eruit zag in 1940. En dat is een heel andere koek dan nu. En een van de vele belangrijke verschillen is dat er geen televisie was. Dus je wist niet wat oorlog was. Ik vond het spannend. En ja, dan is het ineens werkelijkheid. Bovendien waren mijn vader en moeder net thuisgekomen. Misschien een uurtje daarvoor. Ze zouden de vorige avond met etenstijd thuiskomen en kwamen dus praktisch 12 uur later thuis. In plaats van dat ze rustig konden slapen, dat kabaal en er ging meteen telefoon, vader aan de telefoon geroepen en ik geloof dat mijn zus de telefoon aannam. Het was meneer Goudsmit van de Bijenkorf, die schoolvriend was van mijn moeder en zakenvriend van mijn vader. En die bood aan dat we mee konden vluchten. Hij had een gecharterd schip buiten de sluizen van IJmuiden liggen om naar Engeland te vluchten. Hij zei, jullie hebben een auto en ga naar IJmuiden, er is plaats voor jullie aan boord. Mijn ouders sloegen dat af omdat zij vonden, ja, ze wilden de familie niet hier alleen laten. Hij zei toen terecht, je bereikt daar niets mee. Het is een verkeerde beslissing die jullie nemen. Maar, nou ja, wij zijn dus niet meegegaan. Dat was eigenlijk heel snel gesloten. De vluchtlijnen naar België, Frankrijk. Betrekkelijk in het begin zou een oom, jongere broer van mijn vader, met vrouw proberen naar Zwitserland te komen, de kinderen misschien na te komen. Maar in Brussel vertrouwden ze de vluchtroute niet helemaal. Hij is toen alleen vooruit gegaan en op de grens van Zwitserland en Frankrijk in Zwitserland gepakt en door de Zwitsers aan de Fransen uitgeleverd en naar Auschwitz afgevoerd via Duitsers. En daar, geloof ik, nog 2 jaar gewerkt en vermoord. Telefoons werkten gewoon. Dus je kon telefoneren, je hoorde dus ook alles. Dus ook internationaal werd er kennelijk gebeld gewoon. Of dat allemaal afgeluisterd werd, vraagteken, weet ik niet. Maar ik denk vaak niet. Of door mensen die als een vreemde taal gesproken werd, misschien die talen niet voldoende beheersten, niet hoorden dat er soms in codes werd gesproken. Toen werden we gedwongen op een bepaald moment naar Amsterdam te verhuizen. Was duidelijk voorbode voor het oppakken, want we wisten natuurlijk al van Westerbork, we hadden al gehoord van alle Duitse concentratiekampen, van de vernietigingskampen, dus van de veenkampen, dat wisten we, al dat soort dingen. Er waren natuurlijk mensen die zeiden van, het kan niet waar zijn, dat kan toch niet. Ja, het was wel waar.
Het begon met de bekende ster. En daarna moesten we naar een aparte school en we mochten nergens meer in. Enzovoort, enzovoort. En toen begonnen ze, de Duitsers, te bevelen dat Joden naar Westerbork moesten en zo. En toen hebben mijn ouders gedacht, dat gaan we dus niet doen. En toen zijn we ondergedoken, zoals dat heet, in het zwembad. Ja, toen werden de ene na de andere anti-Joodse maatregelen genomen. Ambtenaren werden ontslagen, de Hoge Raad, de president van de Hoge Raad, Meijers, werd ontslagen, ook Jood. Het was, ik vind dat de andere raadsheren van de Hoge Raad zich toen misdragen hebben door niet meteen ook af te treden en zoveel anderen. Nederlandse ambtenaren waren zo gezagsgetrouw en toch ook wel, denk ik, een beetje antisemitisch, dat in allerlei dingen doorwerkte. Heel veel gemeentes hebben zich zo slecht gedragen. Die hadden de lijsten van Joden al, voordat ze opgevraagd hadden, hadden ze ze al gemaakt. Er zijn ook gemeentes die gezegd hebben, enkele maar de burgemeester zei, dat weet ik niet, dat kan het niet vinden. Ik zou niet weten hoe ik dat tevoorschijn moet toveren, wie Joden zijn en wie niet. Dit mocht niet meer, dat mocht niet meer. De bordjes verschenen voor Joden verboden, parken, restaurants, ga maar door. Wij mochten niet meer gewoon naar school. 1 september 1941. Eerst moest je met de trein, mocht niet op de tram in Amsterdam. Dus het was van Muiderpoortstation lopen naar het stadstimmer. Dat is dan niet zo erg. Maar er waren wel conducteurs die, omdat je zwarte haren had, Joodje van de tram af, jij mag niet meer op de tram. En, nou ja, we hebben daar op je aparte school gezeten, waar natuurlijk de klassen al dunner werden, kinderen opgehaald werden met ouders en enkel in onderduik gingen. En wij hadden onze onderduik helemaal gepland in eind januari 1943, eind januari, omdat dan alles dichtgevroren is. Dus we 's nachts veilig konden lopen door het land met een rugzakje met een dekenrolletje eroverheen, zonder over bruggen te moeten die bewaakt werden. Eind januari was het echt dichtgevroren. Niet wat we tegenwoordig denken, er ligt een laagje ijs. Nee, er lag ijs van 20 centimeter. Amsterdam-Rijnkanaal bestond nog niet, maar het Merwedekanaal dichtgevroren. De Rijn en de Waal helemaal dichtgevroren. Verkeer dus over het ijs. De bruggen mochten dan niet gebruikt worden als er zoveel ijs lag. Ja, daarvoor hadden we dat gepland, maar werden ruim een week tevoren uit huis gehaald. Mijn vader en zus hadden de laatste tijd voordat we opgepakt werden gewerkt in een confectieatelier waar kleding voor de Weermacht werd gemaakt. Hadden daarom een vrijstelling, zoals het heette, van tewerkstelling in Duitsland. En die sperre, zoals het heette, die vrijstellingen, die werden die avond ongeldig verklaard. Dus mensen met die sperren werden juist opgehaald. Ik zat Frans huiswerk te maken en ineens stonden 3 paar laarzen naast me. Verduisterd, het was en winter natuurlijk, en verduistering en elektriciteitsdistributie. Dus de ramen waren echt zwart, want straf van licht naar buiten was Mauthausen. Nou, we wisten echt wel wat Mauthausen en Sachsenhausen betekende, de dood. Dus je zorgde wel voor dat het goed verduisterd was. Nou, 3 paar laarzen zag ik, meer zag ik niet. 2 paar zwarte laarzen en 1 paar groene laarzen. Groene van een Duitse SS'er of Gestapo. Maar die 2 zwarte van Nederlandse politieagenten, die in schalkhaar opgeleid werden, een zwart uniform aan hadden. Nou, noemen ze of zwarte of schalkhaarders. Speciaal opgeleid ook om Joden op te halen en illegalen en onderduikers en zo. Waren ze per hoofd die ze naar de dood moesten brengen 7,50 gulden kregen toen. Dat was nog niet officieel, dat is pas een paar maanden later officieel dat koppengeld ingevoerd. Maar in feite werd het toen al betaald. Ik ben een luxe onderduiker. Ik ben ondergedoken geweest met mijn ouders en mijn broer op 1 adres. Het was een vissersvrouw. Haar man was op zee toen de oorlog uitbrak. En die is naar Engeland gegaan. En die vrouw, een geweldig, echt een heel bijzonder mens, had een
één dochter en drie zoons. En die heeft ons met z'n vieren erbij genomen om het maar zo uit in dat kleine arbeidershuisje. Wij hebben in oma en opa's, bij opa en oma gewoond en in 1942 begonnen ze met jonge jongens en mannen op te roepen, Joodse mannen, om te gaan werken. Oudste broer werd opgeroepen om te gaan werken in een kamp, dat kamp heette Westerbork, dat in de provincie Drenthe. En mijn jongste broer die wilde niet alleen bij opa en oma blijven met mij, dus die zei, ik ben zo ook aan de beurt, want ze scheelde maar een jaar. Dus ik ga vast met je mee. En zij zijn vanuit Westerbork doorgestuurd naar Auschwitz. En iedereen weet wat er in Auschwitz gebeurd is. Dus nooit meer teruggekomen. Vergast in Auschwitz. Ik kwam steeds bij andere mensen terecht. Dat was voor mij moeilijk. Want het waren steeds vreemde mensen voor mij. Als je dan steeds hoort van, oh, we moeten nodig het huis uit, we moeten weg, dan is dat natuurlijk heel, voor een kind, wat ik dus toen toch nog was, ik bedoel, wat was ik, 12 jaar, en dan steeds bij vreemde mensen in huis te komen, leuke mensen en minder leuke mensen. Ik heb leuke gezinnen gehad, maar ik heb ook één gezin gehad, die deden het echt, dat heb ik naar de hand gemerkt, dan die deden het echt voor het geld, want de mensen waar je in huis kwam, die kregen van het verzet natuurlijk wel, wat geld, als het via het verzet ging. En als het voor het geld deden, dan was dat minder leuk, hè? Dan deden ze het niet voor jou, om jou te helpen. Nee, dan deden ze het voor het geld. En dat was dan ook wel heel goed te merken. Dat heb ik een paar keer gehad. En dat ging natuurlijk niet goed. Op een dag werd er gebeld en stonden er twee heren voor de deur. En vertelden dat ze van de politie waren. Ik moest mijn spulletjes pakken en ik ging mee. Ik ben geloof ik nog nooit zo blij geweest. Ik was tenminste weg van die akelige mensen. Verder dacht ik maar niet. In de trein hebben ze mij verteld dat ze van de ondergronds waren. Dat waren ook mensen in het verzet, die in het verzet zaten. En die dus probeerden om Joodse mensen te helpen. Ze vertelden me dat ik tijdelijk even naar Amsterdam ging. En wat was ik blij. Ik kwam terecht bij een oude dame in een heel groot huis in Amsterdam. Daar kreeg ik een schoon bed en ik mocht in bad. En het laatste adres waar ik geweest ben, dat is op een boerderij in Noord-Brabant, in Vorstenbosch. En een katholiek gezin, geweldig. Dus daar werd ik echt opgenomen. Ik kwam echt van de hel in de hemel, dat vertel ik ook op de scholen. Daar werd ik opgenomen als oudste dochter des huizes. En ik kwam daar op zaterdagmiddag aan en op zondagochtend zat ik in de katholieke kerk, waar ik natuurlijk nog nooit geweest was. Maar dat is een gezin geweest. Ik heb tranen met tuiten gehaald toen ik weer terug moest naar Amsterdam. Ja, een aantal gevaarlijke situaties die goed zijn afgelopen. Wat er gebeurt er? Er komt een foute Nederlander op die pont. En die komt op ons toe en die zegt, jullie zijn Joden jongens, had hij gezien. Ja. Voorbeeld. Dus wij toen weer aan onze kant waren, gingen we natuurlijk onmiddellijk weer naar huis. En dat zag hij. En toen gebeurde er niks. Wondertje nummer 3. Want, toen heb je dus geleerd dat mensen niet goed of slecht zijn, maar meestal een mengsel, hè? Nou, zo ging dat. En ik was ziek en ik lag boven op een kamertje. En op een gegeven moment komen er 3 van die soldaten met grote laarzen en geweren en helmen en die begonnen tegen me te schreeuwen. Wo is dein vater? Nou, ik versta geen Duits, hè? Ik reageerde niet. Papa, riepen ze toen. Ja, ik kon natuurlijk niet net doen of ik dat niet begreep. En toen hadden mijn ouders gezegd, als er ooit zoiets gebeurt, moet je zeggen Indië. Want toen was Indonesië nog Nederlands-Indië. En er waren een heleboel mensen, Nederlanders, die daar werkten. En toen begon ze nog wat te schreeuwen tegen mij en ik reageerde niet meer. En toen zijn ze vloekend naar beneden gegaan.
wondertje nummer 4. Die Duitsers hebben dus hun handen thuis gehouden. Die hebben mij niet fysiek aangepakt, alleen maar met verbaal geweld geprobeerd en verder niks gedaan. We werden meegenomen naar de Hollandse Schouwburg. Hoe we erheen gingen, tram, vrachtwagen, weet ik niet, niet belangrijk. Daar gekomen was een rotzootje, eerst nog wat buiten gebleven. En op een bepaald moment toch ons laten registreren daar. Mijn moeder en ik waren er een beetje tegen en mijn vader niet te zetten. Het heeft geen enkele zin meer. We hebben daar misschien een paar dagen gezeten. Het was één rotzootje. Want er waren al tienduizenden Joden via de Hollandse Schouwburg weggevoerd. Dus het was vuil, wc's die er waren, die twee wc'tjes misschien verstopt. Dus de mensen deden behoefte op de binnenplaats. Onderweg, rijdend, ineens hebben we gehad, hé, we rijden door station Sertogenbosch. Wat is dat voor geks? We gaan niet naar westen worden, naar het oosten, maar naar het zuiden. Hoe kan dat? Het heette dus concentrationslager Herzogenbosch, Niederlassung Vught. We komen aan in Vught, dus rotzooi. In het begin honger gehad, juist in het begin, omdat de voedselvoorziening was gebaseerd op de vorige dag. Of 2-3 dagen geleden. En intussen was er alweer een transport binnengekomen. Of Joden of andere gevangenen. Dus dan was er weer te weinig. Dus daar heb ik wel geleerd even wat honger betekende, die eerste periode. Doordat mijn vader en moeder gewend waren leiding te geven, te organiseren, werd mijn vader meteen barakleider. Nou, natuurlijk mannen en vrouwen gescheiden. Maar mijn moeder op dezelfde manier werd ze automatisch een van de 3 kampleidsters van het Joodse vrouwenkamp. Dan heb ik daar toch een bevoorrechte positie gehad in Vught. Ik heb rondgescharreld, want werk was er natuurlijk bij lange na niet voldoende voor de gevangenen. En heb wat op de administratie geholpen, van alles gedaan. Bijvoorbeeld op het soort postkantoortje wat er was. En als een van de 2 mannen van de kampleiding bijvoorbeeld, er moest een brief of een document even gebracht worden naar de commandantuur. En dan bracht ik dat, als Ernst Marij dat heeft, dan bracht ik dat. Wij kregen in Vught altijd briefjes binnen in de pakketten. Hoe dat precies ging, dat moest je ook niet weten. Het was beter dat je het niet wist. Want dat voor het geval dat je, want als je als kind wat gevraagd wordt en een verkeerd antwoord geeft. Dus ik wist echt wel, dat was al dik voor de oorlog, dat het horen, zien en zwijgen was hoor. En de SS had toch uit de gecensureerde uitgaande brieven begrepen dat wij wel eens ingekomen brieven kregen. En een van de SS'ers die me goed kende, ziet dat ik een pakket krijg voor ons bestemd, of hij had het eruit gezocht, dat weet ik niet. En zegt, Ernst, we gaan nu samen dit pakket openmaken, want wij zijn ervan overtuigd dat jullie eigenlijk bij elk pakket wel een brief krijgen. Maar hij was net niet slim genoeg. Het hele pakket opengemaakt, alles bekeken, zelfs gewoon zeep doorgesneden en brood wat erin zat doorgesneden. En hij zegt, en toch krijgen jullie brief, zei hij. Klopt ook, want toen het alles over was en toen kwam een van de andere gevangenen naar me toe. Ernst, ik heb de brief daar gebracht. Wat had hij gedaan? Op het moment dat ik het touw eraf haalde, dat touw was de brief. Want touw bestond in de oorlog uit dit soort breed, heel hard papier. En daar werd het uit getwijnd. Ja, op zo'n strook papier kan je een hele brief schrijven hoor. Ik ben dus aan het einde heel erg ziek geweest. Ik heb de dag nadat ik ontslagen was uit het ziekenbarak, mocht ik mee in mijn strafappel. Dat heb ik gered. En toen zei de dokter die volgende dag bij hem kwam, want ik had een beetje door mijn voeten gezakt, nadat ik 2-3 weken in bed gelegen had. En hij zegt, nou, als jij dit overleeft, overleef je alles. Hij was helderziende, zeg ik. Toen was het naar Westerbork en door naar Auschwitz. Dat wist ik gewoon. En mijn moeder had ons misschien, mijn zus en mij, in Vught kunnen houden als ze aan de avances van een SS-rad tegemoet gekomen. Dat heeft ze niet gedaan.
voorkomen. Mijn zus en ik zeiden ook dat ze dat terecht geweigerd had. We zijn in Westerbork een paar dagen geweest waar ik dus eigenlijk niks over herinner. Het enige is dat ik jaren geleden een gastles geef op Westerbork voor een groep Duitse, een grote groep Duitse jongens en meisjes van een of andere school. Betrekkelijk dicht over de grens daar. En een jongen vraagt me, waarom zijn jullie hier niet gevlucht? Ik zeg, maar dat kan toch niet? Het prikkeldraad stond toch onder stroom? En toen zei een van de mensen van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, Ernst, hier is nooit prikkeldraad geweest dat onder stroom stond. Toen ben ik flauwgevallen. Wij zijn via Westerbork een paar dagen later naar Auschwitz gevoerd. In die wagon waar we terecht kwamen, waren ook een groep mensen die net opgepakt waren. Die allerlei bagage bij zich hadden en we hadden natuurlijk niks bij ons. Gewoon misschien een deken, misschien wat te drinken of te eten en zo. Onderweg hebben de oudere jongeren wat liggen vrijen en zo. Waarop de mensen die pas opgepakt waren daar schande over spraken. Waarop zeiden wij, grote mensen, hou je toch je mond. Over 2 dagen of 3 dagen zijn jullie toch vergast. Ja, dat kan niet waar zijn, dat zijn maar gruwelsprookjes. We zeiden, nou, vergeet het maar, jullie zullen het wel merken of niet merken dat jullie in de gastkamer komen. En dus aangekomen in Auschwitz uit de trein gejaagd in Birkenau. Op een plek die niet een normale aankomstplek was, maar oké, dat maakte natuurlijk niks uit. We hadden het nog over de leeuweriken die we hoorden zingen. Het was zulk mooi weer. En ik probeer bij de groep mannen die moeten gaan werken te komen. Maar SS'ers vangt me op. Eerst één SS'er stuurt me terug en ik probeer het nog een keer. Een hogere SS'er pakte me toen en wat wil je? Ik zeg, ik wil niet naar die groep, want ik weet dat die naar de gaskamer gaan. Ik wil nog niet dood en ik spreek vloeiend Duits. Heb al een jaar in een concentratiekamp gezeten. Weet het hard werken betekent. Ben al 18 jaar. Nee, dat geloof ik niet. Je bent geen 18, je bent veel te zwak. Je bent een moezelman, je ziet er niet uit. Daarheen. En ik wil je geen moment ook maar zien dat je je mond open doet en iets zegt over gas. Want dan sla ik je ter plekke dood. Ik ben de groep van de gaskamer ingelopen. Wist dat tussen die twee groepen in SS'ers stonden met bajonet op het geweer. Ik dacht, nou, dood door bajonet is sneller dan de gaskamer. Dus ik ben eerst die groep helemaal ingelopen, zodat die SS'er aan het begin maar niet konden zien. En rustig overgelopen. Wist al, als je gaat rennen, kan je paniek veroorzaken. Dus rustig overlopen. Toen die twee SS'ers die, waar ik tussenin had uitgezocht, nou, die staat wat ver weg. En het geluk van mijn leven. Ze zijn niet naar me toe komen rennen, hebben me niet doodgestoken. Ik ben die groep ingelopen, die ging werken. Eén man daar protesteerde wat. En toen zei ik, nou ja, dan mag je met mijn handen kennis maken als je dat zo graag wil. Nou, die man begreep daar meteen wat ik bedoelde, dus die hield zijn mond verder. Nou, wij werden netjes per vrachtwagen naar het hoofdkamp gebracht. Daar kreeg ik een nummer getatoeëerd. Ik heb dat ergens in 1960 laten weghalen, zo goed en zo kwaad mogelijk. 150.811 met een klein driehoekje eronder. Waarom dat driehoekje, ben ik nooit achtergekomen. Niemand kon me en niemand kan me vertellen waarom ik dat driehoekje kreeg. Op een gegeven moment kwamen Duitsers aan het eind van de oorlog, was dat, aan het eind maar. En die waren op zoek naar mannen, want ze dachten dat ze de Joden inmiddels wel hadden opgeborgen. Maar omdat die Duitse oorlogsindustrie natuurlijk enorm draaide, al die mannen waren in Rusland, werden daar al dan niet, sneuvelden daar al dan niet, maar die waren niet in hun werk. Dus de Duitsers kwamen tot de ontdekking dat hun hele economie vastliep. Want er waren heel erg veel vrouwen uiteraard die banen van hun man opvulden, maar het heeft zijn grenzen. Heeft er wel toe geleid, omdat dat in Nederland niet gebeurd is, dat Nederlandse vrouwen veel later zijn geëmancipeerd dan de landen die
actief aan de oorlog hebben deelgenomen? Een Sintetza met haar baby aangekomen in Birkenau was het eerste wat ze daar vroeg: welk van de prikkeldraden staat onder stroom? Dat werd er aangewezen. Ze is met haar baby in de droom in het draad gelopen. Om zowel haar baby als zichzelf de ellendige gaskamer dood te besparen. Ik heb dat ook wel eens overwogen. Niet hoeven toepassen, gelukkig. Maar wel overwogen. Als het uiteindelijk zo is dat ik bijvoorbeeld door zwakte naar de gaskamer gestuurd word, dan wacht ik niet af. Ik zie dat er twee Polen die ik kende uit Monowitz, twee nare kerels die ik antisemitisch had gehoord uiten en zo, die gingen naar een SS'er toe en zeiden dat ze niet mee hoefden, want ze waren geen Joden. Hij trok hun broeken omlaag, ze waren besneden, of ze wel of niet Joden waren, dat weet ik niet. In ieder geval, ze kregen van hem de kolf van het geweer te proeven. En toen moest ik bij de SS'er komen. Ik was maar een zielig, debiel Nederlands jongetje die helemaal niet begreep, niets wist, geen Duits sprak, die zijn hoofd liet hangen en speeksel uit zijn mond liet lopen. Een goed debiel spelen. En die SS'er, die hogere SS'er, die mij geroepen had, die begon meteen al te grinniken. Op het moment dat hij begon te grinniken, wist ik dat ik de zaak gewonnen had. Hij zei, nou laat dan maar zien dat je geen Jood bent. Wat moet je dan laten zien? Als je geen Jood bent, dat weet je toch niet? Dus ik liet mijn nummer zien. Ik zei, ja, dat driehoekje eronder. He? Nee, dat wist hij niet. Dat wist hij niet wat dat betekende. Nee, dat had niks mee te maken. Maar ik moet laten zien dat ik geen Jood ben. Ik zei, ja, wat dan? Nou, hij begon in mijn broek te rukken. Ja, maar dat mag niet. Hij zei, wel. Dus hij rukte mijn broek omlaag. En zag dat ik niet besneden ben. Dat hadden mijn ouders niet laten doen. A-religieus, anti-religieus als dat ze waren. Dus die kleinigheid redde toen weer mijn leven. Want toen stuurde hij me naar de Nederlandse barak. Komt er nog een SS'er uit die groep aanlopen die ik wel kende. Maar die mij kende. Ik dacht, oh, maar ik zag dat hij mij helemaal niet aankeek. En ik kende die uit Vught. En ik had in mijn Monowitz als gesproken en in Boegewad ook. En ik dacht, nou, als je me aankijkt, is er wat aan de hand. Als je niets aankijkt, hè, dus iemand negeert. Dus hij liep zo door en toen hij vlak, en ik liep, oh, ik moest anders lopen. Toen zei hij, ach Ernst, doe ik geen Joden. Ze fluisterde hij zo voor zijn neus weg. Verder zei hij niks. Over waanzin gesproken. Ik begin mijn verhaal in de klas altijd te zeggen, die Duitse soldaten waren net zulke mensen als jullie vaders. Het is onzin om te denken dat die Duitsers, dat zijn gewone mensen. Dat was een enigszins verkeerd regime om het zo uit te drukken. En zij werden gedwongen dingen te doen. Maar er waren wel slechte tussen, net als in Nederland en overal. Een paar dagen later zat ik met een vriend op de wc en toen sprong er een SS'er van de toren, of die sprong uit de wachttoren, toen wisten we het al. En eigenlijk op hetzelfde moment werd omgeroepen dat alle SS-angehörigen zich aan de poort moesten melden, ogenblikkelijk. Ook de wachten op de torens werd erbij gemeld. Nou, toen wisten we het wel. Eentje die zelfmoord pleegt en de andere. En de hoge SS'ers waren natuurlijk al lang weg. Die waren al een paar dagen verdwenen. Want die werden door de Jezuïeten weggeholpen. Die berucht antisemitisch gezelschap, jezuïetengezelschap. En die hadden allemaal van die bruine pijen of wat dan ook aan, met pas. Kregen ze met paspoort en alles, zijn ze via Zwitserland, Italië naar Portugal gesmokkeld. En werden toen de Boys of Brazil overgevlogen van Portugal naar Zuid-Amerika. Er was maar één luchtvaartmaatschappij die dat soort dingen kon doen. Welke zou dat geweest zijn? Hoe erg het ook is, het is wel zo, ja. De KLM. 8 april kwamen de Amerikanen in de buurt. Zodat de Duitsers bang waren dat het kamp overlopen zou worden. En toen gingen ze grote delen van het kamp, dus de mensen die uit Polen waren gekomen, dus zowel Polen als Engelse krijgsgevangen,
Poolse gevangenen, Joden, Roma, Sinti enzovoort, uit het kamp jagen. Nou ja, 11 april, dan vertel ik net de bevrijding. Zat op de wc, waarschijnlijk niet op de wc nodig had, maar gewoon omdat de enige plaats was om rustig te praten. En toen was de bevrijding. Nou, die eerste Amerikanen heb ik gesproken. Met een tank van je welste. Och man, dieselolie voor 2 jaar, munitie voor 5 jaar. Ze hadden niets meer. Ze kwamen met een onbewapende open jeep aanrijden. Hadden geen munitie meer. Hun tank was leeg, dus ze moesten zelfs een paar 100 meter van de poort stoppen. Ze konden niet schieten, ze konden niets. Maar zo groot is een overwinning nooit. Begrijp je? Toen hebben we een paar dagen heb ik koffie gegeten. Want die dagen tussen 8 en 11 april, toen we bevrijd werden, was er een rotzootje. Ook de etenvoorziening en zo, dat rommelig. Ondanks alle communistische propaganda dat de gevangenen zo'n mooie kampleiding hadden, knep, kletskoek, allemaal communistische propaganda. Het was natuurlijk 3 dagen. 1 Janboel, het was daarvoor al een Janboel, toen werd het nog meer Janboel. Natuurlijk. En toen hebben we dan ook gemerkt dat alles kapot was. Ik heb mijn broers verloren, ik heb mijn vader verloren, mijn moeder al toen overleden toen ik 11 was. Dus van de 5 ben ik de enige die overgebleven is. En daar kom je niet uit. Dat, je neemt het, tenminste zo is het bij mij gegaan, je neemt het leven zoals het is. Ik heb gelukkig mijn opa en oma mogen behouden. Die zijn uit de onderduik gekomen en daar ben ik ook later in huis gekomen. Die hebben zich helemaal over mij ontfermd. Als ik de tijd krijg, dan ga ik wel iets over Wilders vertellen en zijn actie tegen moslims en de parallellen van Hitler. Hitler had ook geen partij en ook geen leden. En die had ook een groep die hij isoleerde en die had ook enzovoort. Hij was alleen veel vreselijker dan Wilders. Maar het principe van Wilders loopt parallel met de aanpak van Hitler. En Wilders die praat uitsluitend en neemt nergens verantwoordelijkheid voor. Dat is een heel groot verschil. De verschillen zijn godzijdank heel groot. Waar leidt discriminatie, in welke vorm dan ook, uiteindelijk toe? Waar kan dit uiteindelijk toe leiden? Tot moord, massamoord, genocide. En volgens mij is dat met elke discriminatie. Met elke rassenoorlog, met elke geloofsoorlog. Doe je eigen ding en zoals jij denkt dat het goed is, moet je het ook doen. Maar niet omdat omdat je vriendje roept, zo is het en niet anders. En er niet bij willen horen. Hè? Er zijn zoveel mensen die willen er dan bij horen. En die het eigenlijk niet willen. Vanuit het binnenste, maar ze willen er dan toch bij horen. En ja, en dat is natuurlijk niet goed. Ook dat, gewoon heel dankbaar dat wij dat niet hebben meegemaakt, zeg maar. Dat zou ik wel heel erg vinden. Dankbaar dat we vrij zijn nu.